Ik ga nogmaals beginnen. Goedemiddag allemaal. Deze sessie gaat over bibliotheken en Wikipedia. Ik ben Olaf Jansen. Ik werk bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En daar ben ik Wikimedia-coördinator. En ik wil jullie het komende half uur graag een verhaal vertellen over aan de ene kant de publieksdoelstellingen van de moderne openbare bibliotheek. En aan de andere kant de competenties en vaardigheden die je kunt leren door het bijdragen, actief bijdragen aan Wikipedia. En wat daar de overeenkomsten tussen zijn. En op basis van die overeenkomsten wil ik in de tweede helft van mijn verhaal graag een aantal concrete casussen, een aantal concrete activiteiten, projecten laten zien die je als bibliotheek kunt ondernemen om de samenwerking met Wikipedia ten behoeve van je eigen publieksdoelstellingen vorm te geven. En ik heb voor dit verhaal heb ik een presentatie voorbereid. En die ga ik nu proberen op mijn scherm te krijgen. En als het goed is, zien jullie nu het begin van mijn verhaal. Ik heb mijn verhaal in blokken opgebouwd. Heel modulair, heel volgordelijk. En ten eerste ga ik kijken met jullie naar publieksdoelstellingen van de bibliotheek. En daarbij ga ik het niet zozeer hebben over de klassieke doelstellingen, het uitlenen van bibliotheekmaterialen, maar over de eigen tijdse doelstellingen. En wat ik eigenlijk ga doen, ik ga eigenlijk gewoon even een geeltjessessie met jullie doen. En om die geeltjes bij elkaar te sprokkelen, ga ik een rondje maken langs een aantal websites, waarin uitspraken gedaan worden over de aard van moderne publieksdoelstellingen van bibliotheken. En de eerste site die ik meegenomen heb is deze van de Rijksoverheid. En daarin wordt gezegd dat de openbare bibliotheek helpt bij het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren. Dus als we daar nou een geeltje bij maken, dan krijgen we dit post-itje. Vervolgens, een oudere versie van de website van de bibliotheek in mijn thuisstad, Den Haag. Daarin wordt gezegd dat de bibliotheek je kan helpen bij jezelf te verrijken door te lezen of iets te leren. Nou, laten we dat ook weer eens op zo'n geeltje, post-itje zetten. Vervolgens, deze site van Bibliotheek Bollestreek. Daarin worden andere aspecten van de maatschappelijke taken van de bibliotheek benoemd, namelijk het bevorderen en het ondersteunen van sociale cohesie, participatie, erbij horen, actief burgerschap, dat soort zaken. Nou, dat kunnen we ook weer in een post-itje vatten. Dan in dit wat oudere artikel uit, maar steeds relevant, uit de IP. Daarin wordt gezegd dat de bibliotheek helpt bij het stimuleren en faciliteren van ontmoeting, kennisuitwisseling en ook iets verder in het artikel, debat. En weer teruggaande naar de bibliotheek Den Haag, zien we daar ook de uitspraak dat de bibliotheek een netwerkorganisatie is die samenwerkt met partnerinstellingen om haar doelen te realiseren. Goed, dus nu hebben we wat geeltjes opgehaald en laten we die nu eens op dit whiteboard plakken. Dan krijgen we dit beeld. En ik ga nu even dit whiteboard, als het een zaal zou zijn, zou ik het whiteboard nu eventjes verder naar links rollen, zodat het uit beeld komt. Want in het volgende blokje van mijn verhaal wil ik met jullie gaan kijken naar Wikipedia. En ik ga dan niet zozeer kijken naar Wikipedia aan de voorkant, dus als Wikipedia als de grote internet-encyclopedie die door meer dan 80% van de Nederlanders gebruikt wordt. Ik ga eigenlijk meer kijken, ik ga even een heel klein tipje van de sluier van de achterkant van Wikipedia oplichten. Dus ik ga achter de schermen kijken. En een hele goede vraag die je zelf kunt stellen om inzicht te krijgen in die achterkant, dat is deze. Wie maakt Wikipedia eigenlijk? Nou, het antwoord daarop zien jullie hier. Dit is ongeveer 1% van alle mensen op de wereld die actief aan Wikipedia werken. Alles bij elkaar zijn dat zo'n ongeveer 72.000 veelal vrijwilligers. Die noemen zichzelf dan Wikipedianen.
En gezamenlijk maken die 72.000 vrijwilligers alle meer dan 300 taalversies van Wikipedia. Want Wikipedia bestaat niet alleen in het Engels of het Nederlands of het Frans, maar ook in meer dan 300 andere talen. En die 72.000 mensen die werken dus aan al die taalversies. En je ziet meteen een heel belangrijk aspect van die gemeenschap van vrijwilligers, van die Wikipedia-gemeenschap. Namelijk, ze vinden het heel leuk niet alleen om artikelen, Wikipedia-artikelen te typen, maar ook om elkaar te ontmoeten. En er is, dit is vooral natuurlijk even, nu is er even een pauze in gezien misschien COVID en corona. Maar elke dag vindt er ergens wel op de wereld een ontmoeting tussen twee of meerdere Wikipedianen plaats. En er is altijd één keer in het jaar is er dan de grote ontmoeting van zo'n pak een beetje 800 tot 2.500, een beetje afhankelijk van de locatie waar dat georganiseerd wordt. De grote ontmoeting tussen zoveel mogelijk Wikipedianen, dat heet dan Wikimania. En daar wordt dus 5 dagen lang wordt er dus aan Wikipedia gewerkt en er wordt veel vooral over gesproken en gediscussieerd. Dit is de hele wereld. Hoe zit het dan in Nederland? Hier zien jullie ongeveer 1% van alle Wikipedianen in Nederland. Het zijn er zo'n 12, 13, 1400. Het varieert een beetje door de loop van de tijd heen, maar gemiddeld zo'n 1200. En hier zie je meteen een heel interessant aspect van een hele interessante dynamiek. Er zijn miljoenen lezers van Wikipedia in Nederland. Hè? Meer dan 80% van Nederland raadpleegt Wikipedia regelmatig. Maar er zijn maar 1200-1300 mensen die er actief aan bijdragen. Dus de verhouding tussen enerzijds consumenten van Wikipedia en anderzijds makers, creatoren van Wikipedia, is belachelijk scheef. En heel weinig mensen realiseren zich dat eigenlijk, maar het is wel interessant om dat te beseffen. Wat doen die Wikipedianen dan? Nou, die schrijven natuurlijk artikelen. Hè? Dat is de zichtbare kant van Wikipedia. En waarom doen ze dat nou? Wat drijft hen nou? Dat is eigenlijk een drang naar kennisuitwisseling. Als je zo'n Wikipedia-artikel aan het maken bent, dan doe je veel onderzoek en vergaar je een hele hoop kennis. En dan eigenlijk vat je die kennis die je opgedaan hebt samen in een artikel, die je vervolgens deelt met 80% van Nederland. Dus het is een hele actieve vorm van kennis delen. En jullie zien al, ik ga nu niet geeltjes plakken, maar ik noem maar even blauwtjes. Het zijn ook weer van die post-itjes die we op deze pagina's gaan plakken. Nou, dat is natuurlijk heel fijn dat die Wikipedianen die artikelen schrijven, want er zijn meer dan 2 miljoen artikelen inmiddels en miljoenen mensen in Nederland lezen die artikelen. En wat voor competenties of wat voor meerwaarde biedt dat nou voor die lezers? Ten eerste, je kan over een hele hoop dingen leren. Je kan je persoonlijk ontwikkelen door het lezen van Wikipedia-artikelen. Je kan je verrijken wat je leest en je leert een hoop. En er zijn 2 miljoen artikelen, dus je komt in je leven niet uitgelezen op Wikipedia. En als je nou denkt van, ik zit de hele dag al achter een beeldscherm, dus eigenlijk heb ik dan 's avonds helemaal niet zo'n zin om nog eens een keer Wikipedia te gaan lezen. Dan is er nu een hele leuke oplossing, wou ik niet zeggen, maar een manier om Wikipedia-kennis op te doen zonder dat je hoeft te lezen. Dit is eigenlijk gewoon even een soort reclameboodschap in mijn verhaal. Er is sinds ongeveer een jaar, denk ik, is er een hele leuke podcast, Nooit Geweten. En die wordt gemaakt door Teun Duinsteen. En Teun maakt elke week 1 aflevering van zo'n 10 à 20 minuten over een apart, raar, interessant onderwerp, waar je eigenlijk misschien eens een keer vaag van gehoord hebt, of nog helemaal nooit van gehoord hebt. En waar hij een heel leuk verhaal over vertelt. En dat doet hij allemaal op basis van de inhoud van Wikipedia. Dus het is een hele leuke manier om kennis op te doen. Om over nieuwe dingen te leren en te weten te komen. Op basis van Wikipedia, zonder dat je Wikipedia zelf hoeft te gaan lezen in eerste instantie. Even terug naar de hoofdlijn van mijn verhaal. Die Wikipedianen schrijven dus artikelen. Maar achter de schermen doen ze nog veel meer. Dus laten we daar nou eens eventjes naar gaan kijken. Ten eerste doen ze een hele hoop onderzoek. De makkelijke artikelen in Wikipedia zijn zo'n beetje wel geschreven. Dus als je nu een enigszins gedegen artikel wil gaan maken, dan moet je toch veel
internetbronnen raadplegen. Misschien wel eens een keer naar een bibliotheek of naar een archief of naar een andere erfgoedinstelling om daar relevante kennis op te halen. En door dat doen van onderzoek, daar verrijk je jezelf door. Hè? Je leert er een hoop van, je leest een hoop nieuw materiaal, je ontwikkelt je weer en dat kan je je hele leven lang blijven doen. Hè? Dus Wikipedia is nooit klaar. Je kan er altijd aan blijven bijdragen. Als je vervolgens een artikel schrijft, dan zul je al heel snel merken dat je zelden, of eigenlijk nooit in de praktijk, de enige schrijver van een artikel bent. Je zult zien dat er mensen aanhaken bij het schrijven van artikelen en dat er typisch meerdere, soms tientallen, honderden en bij hele grote artikelen zelfs duizenden mensen zijn die in de loop van de tijd aan zo'n artikel gaan bijdragen. En natuurlijk moet er dan samengewerkt worden en er moet ook overlegd worden over de inhoud van zo'n artikel tussen al die schrijvers. En dat gebeurt dan op wat dan de overlegpagina heet. Elk artikel is voorzien van een zuster pagina, zeg maar, dat heet de overlegpagina, waarin de auteurs van dat artikel met elkaar overleggen. Dus je doet heel vaak aan kennisuitwisseling op die pagina. Vaak staat er eigenlijk op die overlegpagina ook hele interessante informatie die leuk is om te weten. En er zullen vast wel eens een keer verschillen van inzicht zijn over bepaalde aspecten van een artikel. Dus er wordt ook stevig gediscussieerd en gedebatteerd. Dus kunnen we ook weer deze post-itjes opplakken. Zoals ik net al zei, Wikipedianen vinden het heel leuk om elkaar te ontmoeten. Dus daar kunnen we dat post-itje van ontmoeting opplakken. En tijdens dat soort bijeenkomsten worden er heel veel presentaties, trainingen, cursussen, workshops gegeven. En dat doen die Wikipedianen allemaal zelf. Dat zijn allemaal vrijwilligers die dan het leuk vinden om dan iets te presenteren of te vertellen of iets te doseren. Dus daar vindt heel veel kennisuitwisseling plaats tijdens dat soort workshops, et cetera. En wordt er ook over de inhoud van de lesstof stevig gediscussieerd. Dus we kunnen ook weer dat stickertje debat hier opplakken. Als je nou denkt, nou, ik vind Wikipedia tof, maar ik hou niet zo van schrijven. Ik ben meer iemand van beeld en ik hou van fotograferen. Dan kan je ook met je camera in je stad of in je dorp of in je regio erop uittrekken om foto's te maken ten behoeve van Wikipedia. En tot slot, veel van de software die achter Wikipedia draait, die wordt ook door vrijwilligers ontwikkeld. En dat is typisch ook een collectief proces. Dus je werkt samen aan stukken software en daarmee leer je natuurlijk programmeren, et cetera. En er wordt een hoop kennis over hoe je goede software maakt, uitgewisseld en hoe je data bewerkt. Bijvoorbeeld dat soort velden zitten er ook onder. Dus daar kunnen we deze twee post-itjes ook weer op gaan plakken. Vervolgens, als je aan Wikipedia werkt en je doet dat met enig enthousiasme en met enige inzet en met enige openheid, dan merk je al heel snel dat je onderdeel bent van iets groters. Je bent namelijk onderdeel van de Wikimedia-beweging. En dat is een internationale maatschappelijke beweging die zich ten doel stelt om zoveel mogelijk kennis open en vrij en herbruikbaar beschikbaar te maken. En dat doen ze dus bijvoorbeeld met behulp van Wikipedia, maar er zijn ook zusterprojecten van Wikipedia, zoals Wikimedia Commons of Wikidata, waaraan die beweging werkt. Dus wat krijg je dan als je daar dus, en dat wordt hoe langer je in die beweging zit, hoe sterker dat wordt. Je krijgt het gevoel dat je ergens bij hoort, dat je een familie eigenlijk hebt over de hele wereld. Het zijn niet meteen je vrienden, maar het zijn wel mensen met allemaal dezelfde mindset. En ook mensen op wie je een beroep kunt doen om je te helpen of om zelf kennis aan of mee te delen. Dus ja, participatie en een gevoel van sociale cohesie. Dat zijn ook belangrijke aspecten van het actief deelnemen aan die Wikimedia-beweging. En tot slot, de Wikimedia-beweging is niet een beweging die helemaal in zichzelf gekeerd is. Er wordt actief samengewerkt met allerlei partijen. In Nederland heb ik een aantal logo's verzameld van bibliotheken en archieven en musea, et cetera, en erfgoedinstellingen, met wie de Wikimedia of waarmee de Wikimedia-beweging actief samenwerkt of in het verleden heeft samengewerkt. En hier zie je dus heel mooi die rol van de Wikimedia-beweging als een netwerkorganisatie. Nou, wat kunnen we doen? Nu kunnen we een ander whiteboard erbij gaan pakken, het rechter whiteboard, en dan kunnen we al die blauwe stickertjes
die we net verzameld hebben eens op gaan plakken. En dan ga ik eens even dat eerdere whiteboard van de bibliotheek er weer bij pakken. En als we deze twee nou naast elkaar zetten, nou, dan is het bijna één hoe overeenkomstig de twee borden zijn. Ze zijn eigenlijk identiek. Nou, ik denk dat is gewoon dikke liefde tussen die twee. Met andere woorden, bibliotheken en Wikipedia en die Wikimedia-beweging, die hebben enorm veel overeenkomsten. Als je nou wat ik net verteld heb, als je dat nog allemaal eens rustig wil nalezen, dan heb ik een pagina gemaakt waarin al die overeenkomsten tussen de bibliotheek en Wikimedia één voor één opgesomd en uitgelegd worden. En die is beschikbaar op de URL die jullie onderaan de pagina hier zien. En die URL staat ook in de beschrijving van mijn sessie bij dit bibliotheekcongres. Dus die kun je, daar kun je naartoe. Goed, zover het eerste blok van mijn verhaal. Ik ga nu snel door met het tweede blok. Gegeven die overeenkomsten, wat kan je nou aan publieksactiviteiten organiseren in je bibliotheek om die meerwaarde van die Wikipedia en je bibliotheek gestalte te geven, om daar iets mee te kunnen doen? Dat kan op allerlei niveaus. En ik moet natuurlijk wel eerst een opmerking maken over, onvermijdelijk over corona. Veel van de dingen die ik ga vertellen, die zijn wel gebaseerd op bijeenkomsten van mensen in of rondom het bibliotheekgebouw. Dat kan natuurlijk even niet, maar ik hoop dat er toch wel in de loop van dit jaar wel weer mogelijkheden zijn om echt fysieke publieksactiviteiten te organiseren. Dus tot die tijd zou je de relatieve luwte die, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar de luwte die je mag hebben, kan hebben in je publieke activiteiten, die zou je kunnen gebruiken om alvast intern het een en ander te organiseren, om straks, zodra het weer kan, dit soort Wikipedia-activiteiten echt te kunnen gaan doen. Je kan dat als een voorbereidingstijd zien. Nou, wat kan je dan zoal bedenken? En het is van heel makkelijk tot best wel wat meer werk, best wel ingewikkeld. Ik begin graag makkelijk. Ik denk dat in veel bibliotheken staan dit soort folderrekken in de hal of in de leeszaal, waarin allerlei foldertjes beschikbaar zijn. En je kunt daar natuurlijk ook folders over Wikipedia en Wikimedia in plaatsen. En die folders kun je zelf uitprinten als bibliotheek. Er zijn op Wikipedia zijn er PDF's beschikbaar, die kan je zelf in kleur uitprinten. Maar je kan ook contact opnemen met Wikimedia Nederland. Dat is het hoofdkantoor van Wikimedia Nederland zit in Utrecht. En Wikimedia Nederland is de organisatie die de vrijwilligers die aan Wikipedia werken ondersteunt. En zij hebben allerlei voorgedrukt foldermateriaal wat ze je kunnen sturen om in zo'n folderrekje te hangen ten behoeve van de bezoekers van je bibliotheek. En tweede, wat je zou kunnen doen, je zou een Wikipedia-artikel van de maand, of als je het frequenter wil doen, van de week of zo, wat ook schikt. Ik doe het even nu van de maand, kunnen uitkiezen. Wat gaat over een onderwerp wat lokaal, dus in je stad, in je dorp, in je regio, leeft. En bij dat artikel en dat lokale onderwerp kan je dan een selectie maken van materialen uit je bibliotheek. En die kan je dan gezamenlijk presenteren. Ik heb niet een goed voorbeeld kunnen vinden uit de bibliotheekwereld waar dat al gebeurt, maar wel in de museumwereld. Bijvoorbeeld bij het Textielmuseum in Tilburg. Heel leuk museum trouwens, als je daar nog nooit geweest bent, ga er absoluut heen. Wat daar gebeurt is, er is daar een tafel met allerlei voorwerpen over textiele aangelegenheden. En er is een zuiltje geplaatst waarop Wikipedia-artikelen te lezen zijn die verdiepende informatie geven over al die voorwerpen die hier tentoongesteld worden. Je kan dat in je bibliotheek vertalen naar, nou, maak een Wikipedia-zuiltje of print een Wikipedia-artikel uit. Leg dat samen met publicaties over dat onderwerp waar dat artikel over gaat uit je eigen bibliotheekcollectie op een tafel neer of in een hoek. Zodat mensen de gelegenheid krijgen als ze denken van, hé, ik wil op basis van de boeken die ik zie dat Wikipedia-artikel gaan verbeteren, dat ze die boeken kunnen lenen en op die manier uit de informatie uit die boeken weer kunnen bijdragen aan Wikipedia.
Ten derde, dit is een van mijn eigen favoriete activiteiten eigenlijk. Wat je als bibliotheek kunt organiseren is een zogenaamde wiki-fotodag of een fotosafari wordt het ook wel genoemd, of een fotohunt. En dat is een activiteit waarbij je het publiek uitnodigt om foto's te gaan maken in je stad of in een gebied van je stad of in de omgeving of in je dorp of in de regio, hoe je dat ook wil kiezen. Foto's die gerelateerd zijn aan een bepaald onderwerp of thema. En ik wil graag een kort verhaal vertellen over een fotodag die een aantal jaar geleden georganiseerd is in de spoorzone in Tilburg. De foto die je hier ziet, dat is waar nu de Lokhalbibliotheek zit, naast het Centraal Station in Tilburg. En dat was vroeger een werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen. En het gebied waarin die Lokhal staat, dat heet de spoorzone. Dus dat is het oude stationsgebied, het oude NS-werkplaatsgebied in Tilburg. En het leek de Bibliotheek Midden-Brabant in Tilburg een goed idee om het publiek uit te nodigen om foto's te gaan maken, zowel aan de buitenkant van al die werkplaatsen die in die spoorzone te zien zijn, als aan de binnenkant. En daarvoor hebben ze een activiteit georganiseerd. En die foto's te maken ten behoeve van Wikipedia uiteraard. En daarvoor is in 2017 is een activiteit georganiseerd, waarin dus werd een hele leuke dag georganiseerd rondom het maken van die foto's van die gebouwen. En wat hier heel mooi naar voren komt bij deze activiteit, is de rol van de Bibliotheek Midden-Brabant als een netwerkorganisatie. Die dus samenwerkt met andere partijen om uiteindelijk die publieksdoelstellingen te bereiken. En de eerste partij met wie ze voor dit evenement samenwerking zochten, was de gemeente Tilburg. Want de gemeente Tilburg is de eigenaar / beheerder van die spoorzone. En omdat er ook in gebouwen gefotografeerd moest gaan worden, moest je natuurlijk toegang hebben tot die gebouwen. En daarvoor was de gemeente Tilburg de partner om gewoon de deur van die gebouwen open te doen, zodat er ook binnenin gefotografeerd kon worden. Ten tweede was het natuurlijk ook leuk om ook verhalen te horen van mensen die nog in die spoorzone gewerkt hebben, dus van oud-medewerkers van de Nederlandse spoorwegen, gewoon om hun persoonlijke verhalen en hun herinneringen aan dat werk in die werkplaatsen te horen. Omdat er voor Wikipedia gefotografeerd ging worden, was het ook fijn om een aantal Wikipedia-vrijwilligers uit te nodigen. Ik was er zelf bijvoorbeeld bij betrokken. En omdat het specifiek ging over het fotograferen van gebouwen en architectuur, is er ook toen een docenten fotografie ingehuurd om de deelnemers te leren hoe ze goede foto's van gebouwen zowel aan de binnen- als de buitenkant konden maken. En tot slot natuurlijk werd er een oproep geplaatst in de Tilburgse media om de inwoners van Tilburg en omgeving op te trommelen om ook om de foto's te komen maken. Nou, wat heeft deze fotodag opgeleverd? Dat heeft uiteindelijk meer dan 300 nieuwe foto's voor ten behoeve van Wikipedia opgeleverd. Je ziet zowel van buiten als van binnen. En je komt op hele interessante, mooie plekken waar je normaal niet zo snel naar binnen zou kunnen. Ten tweede is de band tussen het publiek en de bibliotheek versterkt, want er waren best wel veel positieve recensies, zal ik ze maar even noemen, over deze activiteit achtergelaten. Hè. Mensen ontdekten opeens dat de bibliotheek ook hele andere activiteiten organiseerde dan ze verwacht hadden. En ten derde heeft het de nodige media-aandacht opgeleverd, waardoor weer nieuwe mensen beseften van hey, de bibliotheek doet wat met Wikipedia, interessant, daar wil ik ook mee, daar wil ik ook aan gaan bijdragen. Tot slot, en ik kom nu richting het einde van mijn verhaal. Wat je als bibliotheek kunt gaan doen, is een ruimte bieden waar mensen bij elkaar kunnen komen om te leren over Wikipedia, hoe je aan Wikipedia werkt. Dat zijn vaak beginnerscursussen. En daarin vertelt een ervaren Wikipedia-schrijver aan beginnende Wikipedia-schrijvers wat de regels op Wikipedia zijn, hoe je goed artikels schrijft, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, et cetera. En je kan als bibliotheek kan je gewoon een zaal of een ruimte aanbieden waarin dit soort evenementen plaatsvinden. En als je nou al een groepje kundige schrijvers
hebt weten te verzamelen, dan kan je een eenmalige of een periodieke schrijfbijeenkomst organiseren. En daarbij breng je dus mensen samen om Wikipedia te verbeteren of nieuwe Wikipedia-artikelen te schrijven over een bepaald thema of een bepaald onderwerp waar je als bibliotheek mee verbonden voelt. Dit soort schrijfbijeenkomsten die worden heel regelmatig georganiseerd. Nu vooral online zijn ze natuurlijk nu, maar hopelijk straks ook weer fysiek. En dat levert vaak gewoon tientallen nieuwe of verbeterde artikelen op. En tot slot, als je nou denkt, nou, ik vind al dat soort losse activiteiten, daar wil ik een wat structureler kader aan geven. Ik wil dat bijvoorbeeld elke maand regulier gaan plannen. Dan kan je gaan denken om een wikicafé of een wikikring op te gaan zetten. Waarbij je dus een groep mensen verzamelt op een vaste dag, meestal één keer in de maand. Bijvoorbeeld deze bij de bibliotheek in Tiel. En dan ga je de ene keer bijvoorbeeld Wikipedia-artikelen schrijven. De andere keer ga je met de mensen met elkaar naar buiten. Dan ga je fotograferen ten behoeve van de encyclopedie. De derde keer ga je bijvoorbeeld een keer op bezoek bij een archief. Of er is ook een keer een groep naar de Koninklijke Bibliotheek gekomen om daar een rondleiding te krijgen. Of je kan eens een keer een tentoonstelling met z'n allen bezoeken. Of misschien een keer gewoon uit eten of naar het café of zo. Gewoon ook om gezelligheid. Dus het is een vorm van sociale cohesie. En er zijn op dit moment 3 van dat soort wikicafés of wikikringen in Nederland. De eerste is hier in Tiel. Tilburg is daar eigenlijk mee begonnen in eerste een aantal jaar terug. Als uitvloeisel van die wikifotodag die ik eerder liet zien. En tot slot is er ook in Hengelo en omstreken een actieve wikikring Twente. Oké, nu nog tot zover mijn verhaal. Mocht je hier verder over willen lezen, dan kan ik je dit artikel van de IFLA aanbevelen. Dit is een Engelstalig artikel waarin nog meer kansen of mogelijkheden voor bibliotheken om samen te werken met Wikipedia opgestomd en uitgelicht worden. En ik heb ook nog een soort literatuurlijstje gemaakt, helemaal onderaan. Die staat ook weer in de links bij mijn sessiebeschrijving van dit congres. En dit zijn allerlei achterliggende pagina's en documenten die je kunt lezen om meer te snappen over die mogelijkheden van samenwerking tussen Wikipedia en de bibliotheek. En als je nou denkt, ik heb nog vragen, of ik wil wel van start, maar ik weet nog niet zo goed hoe, dan kun je hulp vragen. En dat kun je doen aan mijzelf natuurlijk, als Wikimedia-coördinator van de KB. Maar je kan dat ook doen aan Denise Jansen. Zij is projectleider bibliotheken bij Wikimedia Nederland. En zij is ook zeer behulpzaam bij het bieden van ondersteuning, beantwoorden van vragen, het advies geven over hoe je nou zo'n samenwerking tussen je bibliotheek en Wikipedia in kan richten.